Ja, het is eindelijk zover. Ja, de Glennis staat voor de rechtbank. Ja, ik volg jullie het een beetje, jongens. Ah, het is ongelooflijk, hoor. Ja, heb je gehoord dat zoontje van die Glennis, daar begint natuurlijk alle ellende mee. Ja, want die zat daar te roken in die Jumbo. En die wordt daar, volgens de berichten nu, want ja, bij de rechtbank, nu krijgen we te horen precies wat er gebeurd is. En ze hebben ook allemaal beelden ervan. Ja, daar kon je op wachten. Die Jumbo die over een cameraatje hangen. Ja, en die jongen, ja, die is dus heel keer weggestuurd. En ga nou weg en ga je niet roken en donderop. En die is steeds maar weer teruggekomen. En die is uiteindelijk gestruikeld tegen een dingetje aan. En dat was het dan, nadat hij een duw had gehad. Punt. Dat was alles. Maar toen was het jongetje zo boos. En die zei gelijk van, ja, ik kom zo terug met meer mensen. En dan krijgen jullie allemaal 2 kogels door je kop. Ah, dat is wel een lekker niveautje, hè, voor een jongen van 15. Ja, die dit soort tekst al afgeeft. Ja, dat belooft wat voor de toekomst. Dat snappen wij allemaal wel. Ja. En dan gaat die rechtszaak verder. En dan zien we al die beelden. Ja, dan zien we ook de Glennis. Die helemaal, die zei dus, ja, ik heb een duw gegeven. Nee, het was dus gewoon een knal. Die heb gewoon een klap gegeven. Dat zien we nou allemaal op die camerabeelden. Dus de Glennis, die heeft, ja, die heeft dat allemaal, dat verhaal, helemaal verdraaid. En die probeert dat mooier te maken. Ja, en ja, sommigen noemen dat liegen. En zo kan je dat ook noemen. Maar vooral ook de dingen die er gezegd zijn, vrienden, die zijn echt ongehoord. Want die Glennis, die heeft dus gezegd tegen zo iemand van de Jumbo, motherfucker, als je het nog een keer doet, dan snij je keel door. Nou ja, pardon zeg. Wat een niveau, vrienden. Wat, waar hebben we hiermee te maken? Met het laagste van het laagste. Wat is dit? Wat zijn dat voor teksten? En dan heb je ook nog eens een keer de ex van de Glennis. Want die ging daar dus heen, want ze had zo'n knokploegje, had ze verzameld. Die ging daar ook meelopen matten en mensen op hun bek slaan en noem maar op. En die gaf de geweldige tekst. Als je nog een keer met je tegels aan een jongen van 15 zit, dan pak ik een mes en dan steek ik je ogen uit je kop. En dan sla ik al je tanden uit je bek, pannenkoek. Altijd, vrienden. Ja, 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 ja. Dat zijn echt prachtige teksten allemaal afgegeven daar door Glennis en de club. Dus er wordt daar een heel prachtig beeld geschapen van die hele gebeurtenis. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Nee, kijk, Glennis, haar carrière is voorbij. Dat weten we nu, dat is klaar. Niet alleen al zozeer vanwege al die dingen en het slaan en het doen. En ze heeft ook nog een knietje gegeven. Ja, die was even vergeten, weet je nog, in dat legendarische interview bij de Jinek. Ja, nee, ze had alleen maar zo geduwd. Nee, je hebt een klap gegeven en een knietje gegeven. Dat is het gewoon. En dan kan ze zich nu allemaal niet zo goed meer herinneren. Kijk, en daar gaat het dus helemaal mis, want dit gaan de mensen haar niet meer vergeven. Zij is hier bezig met een Marco Bakkertje, zo noemen we dat. Ja, want Marco Bakker, weten we nog, ja, die reed iemand dood. En die ging dat allemaal goed praten en verdoezelen. En die ging daar ook een beetje over lopen liegen. En dat hebben de mensen hem nooit vergeven. En dat gaat nu ook weer gebeuren met de Glennis. Zij gaan het niet pikken dat zij liegt over deze zaak. Ja, nou ja, vrienden, we blijven het volgen. Het is nog lang niet klaar. We moeten de eis nog horen. Ik denk dat het wel meevalt wat de officier uiteindelijk tegen haar gaat eisen. En ik denk ook te weten waarom. Want hij, jullie en ik, maar ook de officier van justitie, hij weet, het is gedaan met de carrière van de Glennis.